Dag, dit filmpje gaat over groene airbag, een examenopgave van 2016, vraag 5 tot en met 10. Eerst vraag 5, een weetje, hoe heten de elementen in groep 8 van het periodiek systeem? Nou, dat hoor je uit je hoofd weten, dat zijn de edelgassen. Kunnen we naar de volgende vraag. Hier moet je uit een stukje tekst hieronder geplakt een reactievergelijking halen. Dan moet je goed gaan lezen, wat staat hier? Er zitten waterstof en zuurstof in combinatie met argon. En na de reactie krijgen we een mengsel van waterdamp en argon. Dus eigenlijk gebeurt er met het argon niks. Dat is aan het begin en aan het eind nog steeds. En waterstof en zuurstof worden omgezet in waterdamp. Dus H2NO2 worden H2O. Klompend gemaakt. Moet er nog 2 keer 2 bij. Dan krijgen we deze reactievergelijking. Kunnen we naar vraag 7, een mooie rekensom. Je moet uit de warmte die bij de reactie vrijkomt, berekenen hoeveel gram water dan wordt gevormd. En wat je daarbij nodig hebt is minus tabel 57a, tabel van de vormingswarmte. En er staat hier dat er 9,5 mol 10 tot de derde joule aan warmte vrijkomt. Dat wordt ook omgerekend naar die omstandigheden die ook gelden voor die minus tabel 57a. Nou, deze reactie. De vorming van waterdamp is eigenlijk de reactie die plaatsvindt. De vormingswarmte van waterdamp is eigenlijk dus ook de hoeveelheid energie die vrijkomt bij deze reactie. En dat is dan min 2,42 mol 10 tot de 5e joule per mol. Dus er ontstaat 2,42 mol 10 tot de 5e joule aan warmte bij de vorming van een mol waterdamp. Nou, gaan we dat in een tabelletje zetten. Nog een keer hetzelfde gegeven, maar dan hier. Dus 1 mol geeft 42 mol 10 tot de 5e joule. Nou, zoveel joule hebben we niet. We hebben hier 9,5 mol 10 tot de 3e joule. Dus die vul ik daarin. Dan kan ik via het kruisproduct die keer die gedeelde die uitrekenen hoeveel mol waterstof er ontstaat. Wat eigenlijk nodig is, moet ik zeggen. 0,0393 mol. Wat moesten we ook alweer weten? En hoeveel gram waterdamp er gevormd wordt? Nou, molverhouding is 1 op 1, dus er ontstaat ook 0,0393 mol waterdamp. Omgerekend naar gram moet ik dat keer de molaire massa van water doen en er komt dan 0,71 gram waterdamp uit. En dan kunnen we naar opgave 8 gaan. Hier staat een structuurformule gegeven van nylon CH6 en je moet hier de namen, of nee, de structuurformules van de twee monomeren geven. Dan gaan we even kijken hoe we de monomeren herkennen in de polymeer. Zie je als je hier een grens tekent en daar weer. Dan krijg je hier steeds hetzelfde. Dit dingetje komt ook daar terug. En deze komt ook weer daar terug. Zo wordt het eigenlijk verdeeld in wat er over is gebleven op de monomeren. Nou, je ziet hier een peptidebinding, een amidebinding. En die is gevormd uit een aminegroep. Dus er komt hier nog een haartje bij en een zuurgroep. Zal ik ze op deze manier moet er nog water bij getekend worden. Dat water komt vrij bij het maken van polymeer. Nou, op deze manier krijgen we anders bindingen. Ja, dus hier komt een H'tje aan die N vast te zitten. En deze cellule O, daar komt een OH aan vast te zitten. En dan krijgen we een zuurgroep. En aan die kant weer. Nou, hier weer een H'tje, daar weer een H'tje, daar weer een OH'tje. Uiteindelijk krijgen we dus deze twee monomeren. Een slot met twee zuurgroepen en een slot met twee aminegroepen. Dat hele verhaal is eigenlijk alleen maar een uitleg. Je hoeft alleen maar een structuurformule te geven. Dus als je deze twee tekent, heb je twee punten bij deze vraag. Dan kunnen we naar vraag 9 gaan. Nou, het gaat over verschillende soorten nylon 6-6. En dan moet je daar twee mogelijke verschillen tussen noemen. Nou, je kunt denken aan de gemiddelde ketenlengte. Hoeveel monomeren achter elkaar in zitten. Je kunt ook denken aan wat er aan weekmakers is toegevoegd. Om het wat soepeler te laten worden. Nou, dat kunnen verschillende soorten zijn, dat kan verschillende hoeveelheid zijn, en dat kan ook tot een verschil leiden. Dan komen we weer bij de laatste vraag. Het gaat over het maken van een airbag. En dan moeten we twee eigenschappen noemen die voor airbags van belang zijn. Het gaat om stofeigenschappen. Dan moet je steeds een stofeigenschap noemen en een uitleg erbij. Nou, het belangrijkste is natuurlijk, hij is sterk. Dus de sterkte van de stof is belangrijk, want als je botst, moet die airbag natuurlijk niet kapot scheuren. Dan heb je er niks aan als je in je auto zit. Tweede is bijvoorbeeld het smeltpunt. Nou, op het moment dat je die airbag laat opblazen, dan kan het warm worden. Dan moet er dus een temperatuur zijn die nog steeds onder het smeltpunt zit. En
Dus smelt moet lager zijn dan de temperatuur en wat hieronder nog bij moet staan is tijdens het opblazen. En dan is deze vraag weer klaar.